Eindelijk lijkt Samsung serieuze concurrentie te krijgen op het gebied van opvouwbare telefoons. En gaat deze Oppo Find In erop en erover? Yo, 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 ik ben Bram van Bright. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Samsung heeft de schaapjes steeds meer op het droge als het gaat over vouwtelefoons. De laatste generatie vouwtelefoons, de Flip 3 en de Fold 3, zijn echt degelijke toestellen uh, en die nog steeds een grote verrassingsfactor hebben. En ik kan het weten, want ik heb deze Fold 3 nu een maand of vier in gebruik als vaste telefoon. En elke week is er wel iemand die zijn ogen niet kan geloven, vooral als je de Corona Check app openmaakt en dan in één keer zo bam zo'n gigantische QR-code in iemands gezicht duwt. Ja, die, dat gezicht is echt fantastisch om te zien. Samsung is de afgelopen Jaren de enige innovator geweest op dit gebied. Zo'n beetje. Je had wel opvaarbare telefoons van Huawei, van Motorola en van Royal, maar die zag je eigenlijk nooit in het wild op straat. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. Het is daarom ook extra verfrissend om deze Fold even weg te leggen en naar een nieuwe innovator op dit gebied te kijken, namelijk de Oppo Find N. De beschikbaarheid in Nederland is nog wel een dingetje, maar wat hebben we precies nu hier? De Opper Find N heeft hetzelfde idee als de Fold, namelijk een redelijk normale telefoon aan de voorkant. En klap je hem dan open, dan heb je een tablet in je hand. En toch is er een groot verschil. Klap je de Fold dicht, dan hou je aan de voorkant een heel lang, maar wel heel smal schermpje over. Terwijl bij de Find N hou je eigenlijk gewoon een redelijk normaal telefoontje over. Goed, hij is wat breed en hij is wat dik, maar voor de rest ziet hij eruit als een telefoon die je gewoon daadwerkelijk kunt gebruiken. We hebben hier een 5,5 inch scherm. En hij is nagenoeg hetzelfde: het scherm en ook de afmetingen van de telefoon, als een iPhone 13 mini. Hij is ook wel twee keer zo dik als een iPhone 13 mini en twee keer zo zwaar. Maar zo gek is dat niet: het zijn eigenlijk gewoon twee iPhones op elkaar geplakt. En dan krijg je dus de Find N. Klap je dan open, dan krijg je een 7,1 inch tablet. Ja, dat is weliswaar een stuk kleiner dan die van Samsung, die 7,6 inch. Maar het verschil is dat als je hem openklapt, dat het een liggende oriëntatie is, een landscape mode. Terwijl bij Samsung blijft het een staand beeld. Hij is langer dan dat hij breed is. Terwijl als je hem openklapt, je juist meer ruimte wil hebben om geëntertainerd te worden of dingen goed te kunnen lezen. En als je ze dan zo naast elkaar houdt, dan vind ik die Find N zeker het beste formaat hebben. Ja, bij die Samsung aan de voorkant merk ik gewoon dat je net te weinig ruimte hebt. Bij sommige apps vallen ook stukjes van de zijkant af en is die app gewoon niet meer goed leesbaar. Ja, hier heb je echt een volledige telefoon aan de voorkant van je opvouwbare telefoon, waardoor je waarschijnlijk dus minder vaak hoeft uit te klappen om alles ermee mee te kunnen. De Find N is gewoon een lief klein, schattig beetje dik telefoontje, uh, maar ik kan wel gewoon met mijn duim in één keer hup hier bij de adresbak. Terwijl als ik dat bij de fold probeer, moet ik me echt helemaal strekken en lukt het eigenlijk niet. En opengeklapt voelt die ook logischer aan, dat je meteen een liggend beeld hebt, pas meer bij onze video- en entertainmentconsumptie. We houden gewoon van liggende schermen, zoals bij onze computer en bij onze tv. Bijzonder is dat de Find En geen gat heeft als hij dichtgeklapt is. Bij de Fold kun je nog met een beetje moeite er doorheen kijken. Er dus zit echt een spleetje. En bij de Find N is dat helemaal dicht. Komt ook omdat ze iets meer ruimte hebben genomen, omdat hij dus gewoon net wat dikker is. Maar wat het meeste opvalt, is dat als je de Find En open doet, dat je eigenlijk nauwelijks een gul ziet in het midden. Wat een verschil als je het met de Samsung vergelijkt. Zelf moet ik eerlijk zijn dat als ik met die volt aan het werk ben en ik ben iets aan het lezen, dat ik die geul eigenlijk helemaal niet meer zie. Maar het is wel het eerste waar andere mensen over beginnen op het moment dat ik die volt laat zien. Van heb je daar geen last van? Ja, en het is echt bijzonder om te zien hoe Oppo die geul vrijwel helemaal heeft weggewerkt. Zelf zeiden ze tegen mij dat die 80% minder zichtbaar is dan een Koreaanse concurrent. Ja, ik denk dat ik wel een idee heb welke Koreaanse concurrent ze bedoelen. Maar hoe heeft Oppo dat nou voor elkaar gekregen? Nou, Ik leg het je even uit aan de hand van een a 4tje Heb ik even geleend dit voorbeeld van Mr. Who's the Boss, een YouTuber. Als je iets gaat vouwen en je vouwt het doormidden, uh, dan krijg je dus een scherpe rand. Zoals bij Samsung het geval is. Vouw je hem dan open, dan zie je dat er altijd een gul zichtbaar blijft. Maar wat heeft Oppo nou gedaan? Die hebben ook die vouw gemaakt, maar niet zo'n scherpe rand gemaakt. Waardoor je een soort van traanvorm krijgt aan de onderkant. Uh, en als je hem dan open vouwt, dan heb je dus geen gul. Wat je wel ziet is dat als je hem openvouwt er in het midden ja, een soort van balk lijkt te lopen van 2 of 3 centimeter breed, waar het scherm gewoon iets bobbeliger is. Maar het ziet er echt stukken beter uit dan die bij Samsung. Ja, deze pracht en praal zit toch allemaal in de hardware, maar je kunt zien aan de software van Oppo dat ze echt lang zijn bezig geweest met deze opvouwbare telefoon. Er zijn zelfs zes versies vooraf gegaan die nooit op de markt zijn gekomen. Wat nog even goed is om te weten is dat dit een Chinese versie is van de opvouwbare telefoon. Uh, en dat de software ook nog niet helemaal aangepast is voor de Europese markt. Vrijwel geen enkele uh, app die wij graag gebruiken, noem maar WhatsApp of Gmail, is echt lekker aangepast voor dit opvouwbare formaatje. Kijk je naar de Fold van Samsung dan zie je dat bijvoorbeeld WhatsApp zich wel al goed heeft aangepast aan uh, dit formaat. En dat is bij de Find N zeker niet het geval. Ook Chrome werkt nog niet lekker en bij gamen gaat het eigenlijk vaak helemaal mis. Hopelijk is het allemaal verbeterd als deze vouwtelefoon Europa bereikt. Maar toch is het genoeg om nu alvast even wat leuke software features te laten zien. Ze hebben wel een paar slimme dingen gedaan. Veeg je met twee vingers van boven naar beneden, dan split je het scherm en kun je links en rechts een andere app gebruiken. En ben je aan het werken in een app, maar klap je dan je telefoon dicht, dan kun je met één simpele swipe die app gaan gebruiken op het voorscherm. Knijp je met vier vingers op een app, dan gaat zo'n app zweven. En even speciale aandacht voor de live wallpapers: de wallpapers die veranderen op het moment dat je de telefoon aan het dichtklappen bent. Daar zie je ook meteen een mooie combinatie van software- en hardware-innovatie. Want Op heeft het namelijk nou mogelijk gemaakt dat je je telefoon kan openen tussen de 50 en 120 graden. Oftewel, hij blijft op heel veel posities gewoon staan. En dat is dan weer makkelijk als je een foto wil gaan maken en deze telefoon als een statiefje wil gebruiken. Kan ook handig zijn bij videobellen dat je aan de bovenkant de video ziet en aan de onderkant nog mee kan typen. Alleen die software-integratie zit er op dit moment gewoon nog niet in tegelijkertijd heeft het natuurlijk goed gekeken naar wat voor features Samsung al heeft op de opvaarbare telefoons. Het heeft namelijk de selfie-modus uh, overgenomen dat je selfies kunt maken met de goede camera's aan de achterkant. En nog even over die foto's die je dan kunt maken met de Find N. Er zit best een goede camera setup op. Er zijn telefoons met betere camera's. Maar deze heeft de camera overgenomen van de Find X3 Pro. De beste Oppo die uitgekomen is in Nederland. Uh, ja, een hele goede hoofdcamera. Iets mindere zoom- en ultra-wide camera. Komen we bij het hete hangijzer wat boven deze video hangt. Is nou eigenlijk wel handig zo'n opvouwbare telefoon? Heb je er iets aan? Ja eerlijk gezegd moet je wel echt op zoek gaan naar use cases die echt handig zijn voor zo'n opvouwbare telefoon. Uh, het is vooral een kicken effect om het aan mensen te laten zien. Maar heel vaak maak je er niet gebruik van. Video's kijken bijvoorbeeld is nauwelijks beter dan dat je het op een gewone grote telefoon zou doen. Sterker nog, als ik deze openvouw, de Find N, en ik leg mijn OnePlus 9 Pro ernaast, dan is het scherm nagenoeg even groot. En je hebt niet die lelijke zwarte balken aan de boven- en de onderkant. Daar komt bij dat het voorste scherm van deze Find N zo'n lekker formaatje heeft, dat je eigenlijk bijna alles met die voorkant kan doen. Daardoor hoef je minder vaak open te klappen en ga je dus minder vaak gebruik maken van het grote scherm aan de binnenkant. Dus stiekem is deze telefoon vooral bedoeld om te multitasken, dus meerdere apps naast elkaar te draaien. En ja, dat is fijn, maar echt vaak gebruik je dit niet. merk ik ook bij die Fold 3. Sommige apps werken goed op dat grotere scherm of op een scherm waar je mee kunt multitasken, maar helemaal goed zijn die apps dan ook weer niet afgesteld op elkaar. Komen we bij de prijs en bij de beschikbaarheid van deze Find N. Ja, voorlopig gaat hij niet naar Nederland komen. Dit is een China-only model. Maar Oppo Nederland heeft aan ons laten weten dat hij uiteraard naar Nederland komt. Namelijk in de tweede helft van 2022. Vind ik best snel. Ik had het eigenlijk niet verwacht. En wat gaat hij dan kosten? Nou ja, hij moest natuurlijk goedkoper worden dan de Fold 3. En dat is in ieder geval dik gelukt. Maar we hebben op dit moment alleen nog maar Chinese prijzen. Hij kost namelijk 7700 yuan en dat komt neer op 1070 euro. Maar dat is niet de prijs waarvoor je hem echt in Nederland gaat kunnen kopen. Ik heb even gekeken naar een andere oppertelefoon die en in China en in Nederland is uitgekomen. En hoeveel extra die is gaan kosten, vertaal je dat dan naar die Find N, dan komt het neer op zo'n 1350 euro. En dat zou echt gigantisch goedkoop zijn voor een opvouwbare telefoon. Dat is natuurlijk nog steeds heel veel geld. Maar vergelijk je het met de Samsung Fold 3, dan was die bij introductie 1800 euro. Dat scheelt dus 450 euro. Ondertussen is die Fold 3 trouwens wel 200 euro goedkoper geworden. Maar misschien nog interessanter vond ik de analyse van de techsite Wired. Deze Oppo maakt de weg vrij voor een opvouwbare telefoon van het merk OnePlus. Oppo en OnePlus hebben namelijk hetzelfde moederbedrijf en zijn het afgelopen jaar steeds dichter naar elkaar toegegroeid. Zo is de CEO van OnePlus nu ook de productbaas van Oppo. En is het besturingssysteem van OnePlus aan de kant geschoven en wordt die vervangen voor het besturingssysteem van Oppo. Maar het verschil is dat OnePlus een betere naam heeft in de westerse wereld. Dus Oppo kan nu heel makkelijk deze telefoon, deze hardware gaan reshuffelen. Branden tot een OnePlus-telefoon. Hetzelfde concept, dus maar dan met een rode oplaadsnoer. Dat zou wel eens kunnen werken. Conclusie, het lijkt erop dat Oppo met deze Find N meteen raak schiet. In China is deze telefoon in één keer overal uitverkocht. Zegt niet zoveel, je weet niet hoeveel ze er gemaakt hebben, maar toch had het niet kunnen gebeuren. Uh, en Oppo is echt een serieus groot bedrijf. Het is de nummer 4 smartphone fabrikant van de wereld. Ze hebben 40.000 medewerkers, dus genoeg mensen die goed kunnen werken aan telefoons en het voor een langere termijn kunnen volhouden. Als Oppo het lukt om deze telefoon over de wereld te brengen, honderden euro's goedkoper dan die van Samsung, dan heeft Samsung echt serieuze concurrentie. En dan valt er iets te kiezen en dat kan voor iedereen alleen maar goed nieuws zijn. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Laat het maar weten in de comments: Samsung of Oppo. Abonneer je, doe een duimpje omhoog en vergeet niet de bel aan te zetten, dan mis je geen video meer. Later!